Hoi, mijn naam is Jorn en in deze video laat ik je zien hoe je de perfecte citroen merengue taartjes maakt. In de omschrijving vind je het recept voor 8 porties en alle benodigdheden. En kijk daar even goed naar, want dit is een recept voor de echte bakfanaten onder ons. Want je hebt er onder andere een gasbrander voor nodig. Ik ga beginnen met het klaarmaken van het deeg. En daarvoor wil je zorgen dat de roomboter die je gebruikt goed koud is. En deze snij ik in blokjes. Dan ga ik verder met een van de eieren. En die ga ik splitsen. En dat doe ik op deze manier door voorzichtig over te gooien. Dat ik alleen de dooier overhoud. En dan heb je hier een losse dooier. Die gaat straks gebruikt worden, maar gooi ook het eiwit niet weg. Want die kun je ook nog prima gebruiken. En ik ga je straks laten zien hoe. Dan kan ik verder met het maken van het deeg. Dus dan doe ik de bloem in de keukenmachine. Samen met de suiker en het zout. En dan met korte pulsen eventjes door elkaar mengen. En dan kan ik de boterblokjes gaan toevoegen en alles mixen tot het net lekker begint te mengen met elkaar. Deze er weer op en dan met wat langere pulsen de boter door de bloem mengen. En vervolgens voeg ik de eierdooier toe en 2 eetlepels ijswater. En dan meng ik alles tot het een samenhangend deeg vormt. Ja, en mocht je nou geen keukenmachine hebben, dan kun je het deeg ook met koude handen eventjes goed door elkaar kneden. Maar dit is natuurlijk net wat makkelijker. Nou, het deeg heeft bijna de gewenste structuur. Dus ik bestuif mijn werkblad met een klein beetje bloem. En kneed er een samenhangende deegbal van. Zo. Dan pak ik de vershoutfolie. Zo, en dan gaat dit 30 minuten de koelkast in om even te rusten. Merengue. Nou, de taartjes moeten zometeen op 175 graden bakken. Maar niet vergeten om de bakplaat eruit te halen, want die wil je niet mee voorverwarmen. Dus die zet ik alvast hier neer. Die kan ik ook met bakpapier bekleden. Nou, het deeg heeft inmiddels 30 minuten gerust in de koelkast. Dus ik kan het eventjes rustig met de deegroller even wat soepeler tikken. Zonder dat ik er extreem veel in hoef te gaan zitten kneden. En dan ga ik het uitrollen met de deegroller tot het ongeveer een dikte heeft van 3 mm. Nou, wanneer het deeg ongeveer de gewenste dikte heeft, pak ik de tartelettering erbij. Die zet ik op de met bakpapier beklede bakplaat. Een mooie stemoefening die je thuis kunt gebruiken. Veel succes ermee. En dan pak ik een kom die qua diameter net wat groter is dan de tartelettringen. En dan kan ik die uitsnijden met een mesje. En dan zie je hier al prachtig mooi een ringetje tevoorschijn komen. Dus die haal ik voorzichtig los van het werkblad. En wanneer deze los is, kan ik de tartelettering daarmee bekleden. Dus duw hem in de vorm, zo naar de bodem. Dan kan ik deze randjes over de rand heen vouwen en het overtollige deeg met het mesje wegsnijden. Nou, en dan is dat ongeveer het resultaat wat je wilt hebben. Alleen dan 8 keer. En wanneer alle ringen bekleed zijn met deeg en je mooi het overtollige deeg hebt weggesneden, dan kan ik met een vork wat gaatjes in de bodem prikken. En dan wil ik ervoor zorgen dat de bodem niet gaat rijzen tijdens het bakken. Dus daarvoor pak ik wat bakpapier. Die knip ik in 8 stukken. Als ik 8 stukjes heb geknipt, dan kan ik ze verfrommelen. Kijk je, Jorn, verfrommelen, waarom in godsnaam als je ze net hebt geknipt? Nou, dan zijn ze makkelijker te vormen. En dan kan ik hier de bodem wat makkelijker mee bedekken. Zo, dan zijn alle bodems met een klein beetje bakpapier bekleed. En dan kan ik de blindbakvulling gaan pakken. Ja, en blindbakvulling, dat zorgt ervoor dat de bodem tijdens het bakken omhoog komt. Want ik bak de vulling van de taart niet mee in de oven. Dus daarom stort ik een beetje van deze blindbakvulling in ieder taartje. Nou, zoals je ziet gebruik ik deze speciale bakbonen. En dat is handig om in huis te hebben wanneer je vaak bakt. Maar als je die niet hebt, dan kun je ook gewoon gedroogde bonen gebruiken. Maar hou er dan wel rekening mee dat je die daarna niet meer kunt eten. Wonderbaar. Zo, en deze mogen de oven in en de bodem bak ik ongeveer 12 tot 15 minuten tot de randen mooi goudbruin beginnen te worden. En dan heb jij mooi eventjes de tijd om te abonneren op ons kanaal, want zo mis je geen enkele video. Nou, de tartelets hebben nu ongeveer 15 minuten in de oven gezeten, dus ik ga de blindbakvulling eruit halen. Waarom? Dan kan de onderkant ook nog eventjes garen. Zoals je ziet hebben de randjes al een beetje een goudbruin kleurtje gekregen. Alleen is de bodem nog vrij bleek. Dus we gaan nog 3 minuten de oven in om het verder af te bakken. Zo, deze kunnen de oven uit, maar ze zijn nog niet helemaal klaar. Want, wat ga ik nog doen? Ik heb het eiwit van zojuist alvast klaargezet. En daarmee ga ik het insmeren, zodat het een mooi knapperig korstje kan krijgen. Want als ik het straks ga vullen met de lemon curd, dan wil ik niet dat de bodem sompig gaat worden.
En daarom smeer ik dit er even mee in. Dan gaan deze nog 3 minuten de oven in om verder af te bakken. Zo. Nou, kijk eens aan. Dit begint al aardig ergens op te lijken. Dus ik laat dit nog eventjes afkoelen tot kamertemperatuur. En dan kan ik door met de volgende stap. En dat is het maken van de lemon curd. En om te beginnen boen ik daarvoor 5 citroenen schoon onder de kraan. Dan ga ik verder met het raspen van de citroen. En belangrijk daarbij is eigenlijk dat je het gele gedeelte wil meeraspen. En niet het gedeelte wat daaronder zit, want dat is een beetje bitter. En dat is de smaak die je niet wil hebben. Zo. Deze zijn geraspt. En die mogen ook nog worden uitgeperst. Dus daarvoor pak ik de citruspers. Dit alles gaat in de hittebestendige kom, samen met 250 gram suiker, de rest van het zout en 4 eieren. Nou, pak mijn garde erbij en roer het geheel lekker door elkaar. Dan vul ik deze pan met een klein laagje water. Die ga ik aan de kook brengen en daar zet ik dan zo dadelijk deze kom bovenop. En dat heet au bain-marie en daarbij wil je ervoor zorgen dat de onderkant van de kom het water niet raakt. Nou, het water kookt, dus ik zet de kom er bovenop. Ik check nog even voor de zekerheid. Blijft er geen water aan zitten? Nee. Dus hij raakt het water niet. En dan blijf ik 10 tot 15 minuten flink gewoon doorroeren, totdat het de dikte krijgt van vla. Zo, nou, dit heeft ongeveer de dikte van vla. Ik haal de kom er vanaf. En dan pak ik de boter, want die ga ik in blokjes snijden en nog door het warme mengsel roeren. Dat gaat doorheen, want de curd is nog lekker warm. Roer dit even door tot het mooi een egale massa wordt. De boter is helemaal opgenomen, dus ik pak de tartelets erbij. Want die ga ik zo dadelijk vullen met de curd. Maar die wil ik overschenken in een maatbeker. Eerst verwijder ik eventjes de ringen. En nu kan ik de tartelets gaan vullen. Ik schenk er een mooi laagje in. Het mag best royaal gevuld, want je hebt genoeg curd. Kijk eens aan, dat ziet er toch al prachtig uit. En zoals je ziet heb ik nog wat curd over. En dat maakt helemaal niet uit, want het is erg lekker om te eten met een scone of bij je yoghurt bijvoorbeeld. Dus die zet ik terug in de koelkast. En die laat ik eventjes openstaan, want deze jongens gaan ook nog 2 uur afkoelen in de koelkast. En dan is het nu tijd voor de merengue. En dat is een luchtig schuim van stijf geklopt eiwit en fijne kristalsuiker. En het is ook nog eens makkelijk om te maken. Dus daarvoor splits ik eerst de rest van de eieren. En die ga ik splitsen boven verschillende kommetjes, want ik wil er echt voor zorgen dat de merengue vetvrij blijft, dus dat er geen eigeel bij komt. Als er toch eigeel bij komt, dan heb je kans dat de merengue mislukt, want dat vet dat zorgt ervoor dat het inzakt en dat wil je absoluut niet. Eigeel gebruiken we niet en dan per ei doe ik het erbij in de kom. En dan kan ik tussendoor eventueel nog ingrijpen mocht er toch onverhoopt wat eigeel bij komen. Die gaat er ook bij. 20 gram suiker gaat erbij en let er ook goed op dat de kom en de garde vetvrij zijn. Nou, wil je nou zeker weten dat die vetvrij zijn, dan kun je ze invrijven met eventueel wat citroensap en daarna afnemen om te zorgen dat het echt helemaal vetvrij is. Nu ga ik het mixen op de middelste stand tot het eiwit mooie pieken gaat krijgen. Nou, terwijl dat bezig is, ga ik verder met het maken van de suikersiroop. Dus ik pak een steelpannetje en dat ga ik met het water en de rest van de suiker aan de kook brengen. En daarvoor heb ik een suikerthermometer nodig, want ik wil precies 119 graden Celsius hebben. Dus daarmee hou ik hem goed in de gaten. Nou, die is op 119 graden. Dan zet ik deze op de laagste stand. Dan schenk het er langzaam bij in 1 straal, dat het gelijkmatig door de merengue wordt opgenomen. Nou, alle siroop is toegevoegd, dus dan kan het op de hoge stand tot het een merengue wordt met stijve pieken. Nou, je kunt kijken of de merengue klaar is. Nou, je ziet hier een flinke toef aan zitten en dat betekent dat die stijve piek heeft. We zijn er bijna, dus ik haal de tartelets uit de koelkast. Die hebben nu genoeg tijd gehad en die zien er ook machtig mooi uit. Dus die leg ik hier alvast op het roostertje. Schep een flinke toef merengue op iedere tartelet, als het wil loslaten. En doe dat met alle taartjes. Ja, dat is mooi. Toch? Ja. Zo. En dan is het nu tijd voor le moment suprême. Want ik ga aan de slag met de gasbrander. En dat is een secuur werkje. Steek de vlam aan. En ga aan de slag. En pas op, want als je te dichtbij komt, verbrandt het snel. En dat doe ik met alle tartelets. Kijk, dat zijn heerlijke citroen merengue taartjes. Heerlijk romig en zacht van binnen.
In totaal is de bereidingstijd voor dit recept trouwens 1 uur. Met zo'n 20 minuten overtijd en ongeveer 2,5 uur wachten. Dus begin minimaal 4 uur voordat je de taart echt wil eten. Vers zijn de citroenmerengue taartjes natuurlijk het allerlekkerst. Maar als je ze niet op tijd opkrijgt, kan je ze prima in de koelkast bewaren door ze met aluminiumfolie af te dekken. Je kunt er ook voor kiezen om de bodems in te vriezen, maar doe de merengue er dan pas op nadat ze zijn ontdooid. Met de merengue kun je het namelijk niet invriezen. Bedankt voor het kijken. Mocht je het nou leuk vinden, klik dan ook op andere video's op het Allerhande kanaal. Want daar vind je nog veel meer bakrecepten. Eet smakelijk!